Hi, mapje. Keer. Wacht, mama, jouw voetjes gewoon even anders neerleggen. Zo. Is het beter? Een neusje. Kinnetje. Wangetje. Oh. Nee, is het niet beter? Is het niet beter? Goedemorgen, het is maandag 4 december. Ik sta in de keuken, het is 12 uur geweest. En om 10:30 of zo ben ik naar bed gegaan. En kort daarna kwam Isabel. Ik had ook echt geen zin om weer naar bed te gaan, want ik was al een uur van tevoren wakker of zo. Ik sta dus in de keuken, want dat was ik gaan vertellen. En ik ben echt super lang geleden is dit balkenbraai aan het maken. Het is echt zoiets van vroeger. Ik weet niet wie van jullie het allemaal kent. Ik weet niet wie van jullie het allemaal kent, maar dat is echt vet. Nou, mijn opa en oma maakte dat altijd zelf. En dat is zo lang geleden dat ik het op had en toen zag ik het liggen in de winkel. En toen dacht ik, ja, nou ga ik het weer een keer meenemen en ga ik het weer eens een keer eten. Ik vind het zo lekker. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar echt, en dan helemaal crispy opgebakken. Dus dat ga ik even eten. Oh, jongens. Ik ben aan het editen. En ik had de vlog van woensdag echt helemaal klaar. Serieus. Ik maakte een screenshot voor de header voor op YouTube. En daarna wilde ik op exporteer drukken. Of nee, sterker nog, dat drukte ik op. Pats. Programma reageert niet meer. Chips. Dus ik dacht, stille hoop. Ik had hem nog niet tussendoor opgeslagen. Echt het domste wat je kunt doen. Maar goed. Anyways. Ik had nog dus de hoop van, oké, dan sta ik hem opnieuw op. En hij heeft automatisch misschien wel iets opgeslagen. Maar nee, dat is niet het geval. Dus ik kan echt helemaal opnieuw beginnen. Oh, dit is echt super vervelend. Dat betekent dat ik weer opnieuw al die beelden moet kijken. En her en der knip je er gewoon in. Om stukjes eruit. Ik heb taal gebruikt die ik toch niet op YouTube wil hebben. Scheldwoorden en zo. Oh. No. En dat is vervelend. Het is gewoon nu 1 uur. En ik moet... trouwens, ik heb nog iets langer dan dat ik denk. Ik moet om 3 uur bij mijn ouders zijn. Daar breng ik even Isabel naartoe. Want ik moet naar de tandarts vandaag weer. Ze gaan opnieuw die foto's maken in verband met die ontsteking. En dan krijg ik meer te horen over hoe, wat, waar, wanneer. Jippie. Dus... Komt allemaal goed. Maar goed, ik ga dus opnieuw editen en ik hoor haar weer wakker worden, dus dat is eigenlijk ook wel vervelend, want waarschijnlijk kom ik dan dadelijk niet aan editen toe. Maar als het... Ja, en ik moet eigenlijk met hem ook uit. Ik ga eerst nog kijken of ik... Dat is hartstikke wakker. Mindblow! Even kijken, want ik wil ook met hun twee even gaan lopen. Misschien moet ik dat gewoon eerst even doen. Ja. Aha. Komt allemaal goed. Ah, I did it. Ik heb er zelf weer in gezet. Oeh. En dan ga ik lekker lopen met Odin en Isabel. Ah. Zo fijn om te dragen. Nou, ik kom net van de tandarts af. Want ze moesten extra controle doen. Ze hadden vorige keer 1 foto niet goed gedaan. En dan kan het meteen met de specialist die daar dus over gaat. Ze hadden toen al over wortelkanaalbehandeling. Dat blijkt nu. Dat wist ik vorige keer niet. Maar ja, ik denk dat ze het vorige keer wel al wisten. Nou, het zal wel aan mij liggen. Anyways, boven allebei de tanden zit dus een ontsteking. Moet ik dus voor beide tanden een wortelkanaalbehandeling. Die zit dus boven mijn brug. Want die middelste waar die tand weg is, waarvoor ik dus een brug heb. Daar heb ik al ooit een wortelkanaalbehandeling gehad. Maar het zijn dus die 2 buurtanden. Nou, dat kan dus gebeuren, maar ze noemt het dan als een... Oh, is dat zo'n mooi woord voor? Een soort, ja, geen ziekte was het dan. Een trauma. En dat dus jaren later ook nog kan gebeuren. Nou, dan heb ik natuurlijk de brug gehad. Dat zal waarschijnlijk ook weer, ja, die tanden en daar alles hebben getriggerd. Tot die ontsteking. Heel erg fijn.
Dat is mooi balen, want ze kan het dus bij mij niet 100% schoonmaken in de zenuwen, omdat daar dus de brug zit. Dat kan alleen als ze die brug eraf halen, maar die moeten ze dan los tikken. Als die los moet tikken, kan die kapot gaan en zo'n brug kost 1500 euro. Dus dat gaan we dus mooi niet doen. Wat ze nu wel moet doen, of in ieder geval heeft niet de eerste keus. Kijk, als het niet anders is, dan is het niet anders. Wat ze nu moeten doen is door beide tanden, dus van die brug, een gaatje prikken om erbij te kunnen. Dan hebben ze 85% dat het gewoon daarmee opgelost is en goed en noem het allemaal maar op. Ja, nou, je snapt, ik ben super blij hier allemaal mee, maar niet heus. En ondertussen, ik ga het klaarmaken, alles. Ja, nou ja, weet je, het is niet anders en ik heb... moet toch weg. En nou snap ik ook waar af en toe die pijn vandaan komt. Ik heb heel af en toe heb ik er ook last van. Maar dat heb ik eigenlijk al sinds ik de brug heb. Het is zo stom. Maar dan hebben ze dus nooit echt gezien. Of dan was het weer weg. Dus ik heb dat misschien nooit zo duidelijk aangegeven. Ja. Maar goed. Nou weet ik waar het vandaan komt. Ik had er ook af en toe van dan was ik aan het praten. En dan voelde dat zo niet fijn. Er kwam al zo'n druk op te staan. Zeg ja, dat klopt, dan zit daar iets en dan, ja, dan kun je dan niet zo goed tegen. Goed. Ah, ik en de tandarts. Woep woep. Maar niet eens. Nou, anyways, ik ben in ieder geval onderweg naar de stad te leven. Of ik rijd dus net aan, want ik stond net nog stil. Ik moet even langs de bibliotheek. Ik moet die dvd even terug gaan brengen. Ik dacht dat je die een maand kon lenen. Maar dan heb ik denk ik gewoon verkeerd op het briefje gezien. Het is dus schijnbaar toch maar een week of zo. Of ruim een week. Dus die moet vandaag ingeleverd worden. Dus daar ga ik even naartoe. Het is kort over 4. Tandarts liep uit. Ik had om 30:30 namelijk een afspraak. Maar goed. Ja, ik ga die dus even terugbrengen en dan ga ik daarna Isabel weer ophalen. En dan heeft Roy deze keer al eten verkocht, als het goed is. Zo niet, dan niet. Dat zien we dan wel. Nou ja. Dat was weer mijn tandarts verhaal. Isabel houdt van tv kijken. Ja, doe het nog eens, schat. Kijken of het nog een keer doet. Nee. Oh, net ging ze echt zo met haar hoofd nog zo opzij van hallo, ga eens aan de kant met je hand. Nee, nee, niet meer. Dat is zo, dat was echt zo grappig. Doe het eens voor, schat. Met deze. Zo. Ja. Kleine gekke meid. Toet, toet. Nee. Ik heb net een keer via de tv The Walking Dead kunnen kijken. Oh, ik ben een stukje in slaap gevallen, dus ik moet morgen even kijken of ik niks gemist heb. Het is bijna etenstijd voor haar en daarna ga ik ook lekker slapen. Dus ik ga doei zeggen. Ik heb trouwens net ook nog gelezen. Oeba. Maar goed. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden om te kijken. Als dat zo is, even een blauw duimpje omhoog. En abonneer je natuurlijk op dit kanaal. En dan zie ik je morgen weer. Houdoe.